We zijn hier op het terrein van Universiteit Delft in de Green Village. En daar hebben we net de eerste Hyperloop testbuis neergelegd. Hyperloop, dat is een treintje wat zonder luchtdruk heel snel door een buis heen gaat. Zodat we veel sneller van Groningen naar Amsterdam kunnen in 26 minuten. De Hyperloop past feilloos in onze missie. Wij verbinden voor de toekomst. En dat verbinden doen we door oplossingen te creëren voor mobiliteit, urbanisatie en energieefficiëntie. Wij innoveren en dat doen we door samen te werken met start-ups, zoals Heart Global Mobilities. We doen het omdat wij ons realiseren dat we binnen een omgeving als BAM niet creativiteit hebben die we op dit moment buiten de BAM-organisatie in start-ups ontwikkelen. En daarom werken we heel graag samen met start-ups, want die brengen ideeën bij ons binnen die wij binnen onze cultuur nooit ontwikkeld zouden hebben. En wij voegen daar onze digitalisering en onze kennis en kunde aan toe en daarmee samen prachtige nieuwe dingen ontwikkelen. Heart is een start-up bedrijfje om daarmee te beginnen. Ontstaan uit studenten die in studententeamverband een wedstrijd hebben gewonnen bij Elon Musk, voorman van Tesla. Die heeft vorig jaar een wedstrijd georganiseerd voor Hyperloop systemen. Een studententeam van TU Delft heeft daarop ingeschreven en heeft die competitie gewonnen. Een deel van die groep studenten is doorgegaan, heeft een start-up bedrijfje opgericht om dit verder te brengen in de toekomst. Ja, Heart is nu het totaalconcept van Hyperloop aan het ontwikkelen. Dus dat betekent dat we niet alleen naar het voertuig kijken of alleen naar de buis. We doen het totaalplaatje bekijken. Dat rekenen we allemaal door, dat ontwerpen we allemaal. En dan doen we met partners zoals BAM doen we het uitvoerende werk. Nou, Heart, die wou deze testfacility gaan bouwen. Het is een start-up bedrijf met weinig financiële middelen en weinig kennis van bouwen van dingen. Dus het zijn verschrikkelijk slimme mannen die over het systeem wat er uiteindelijk ingebouwd moet worden, daar heel veel kennis van hebben. Nou, wij als BAM zijn het gesprek aangegaan met Team Heart. Nou, er is gewoon een klik ontstaan met elkaar. En zodoende heeft BAM besloten van nou, wij vinden dit ook heel interessant. Wij willen samen met Team Heart dit idee verder gaan brengen. Zes weken geleden zijn we samen met BAM na het haalbaarheidsonderzoek samen gaan zitten over hoe we die buizen kunnen gaan realiseren. Toen zijn we op zoek geweest naar partijen die deze buizen kunnen maken of hebben liggen. En dat was eigenlijk de allereerste stap om op zo'n korte termijn zo'n buis ergens vandaan te kunnen halen. Parallel daaraan ben ik samen met een andere engineer van Heart hebben wij het ontwerp afgemaakt. Zoals je ziet bijvoorbeeld de zadels, de ringen die eromheen moeten, een deur, de dome aan het eind. En hebben allemaal losse partijen voor aangekoppeld die al die onderdelen binnen dat korte termijn voor ons konden maken. De ringen zijn autogeen gesneden, de dome is gestempeld, de hele buis is aan elkaar gelast. De ringen zijn daar weer aan die buis vastgelast. Vervolgens helemaal gecoat. Vervolgens moest die buis natuurlijk nog ergens opkomen. Dus die zadels die zijn gemaakt, die zijn ook weer gecoat. Er moesten blokken komen voor de fundering. Ja, de planning technisch kwam het allemaal perfect uit. Omdat daardoor staat hij nu hier op tijd. Ja, en dat allemaal in zo'n korte termijn, dat is ongelofelijk. Nou, het is een ontzettend leuk, enthousiast, jong team. Net afgestudeerd merendeel. Het leuke is in de samenwerking geweest. Wij kunnen als BAM wel alles naar ons toe trekken en zeggen, nou kom maar hier met het ontwerp, wij gaan het wel bouwen. Dat hebben we bewust niet gedaan. Het is hun project. Wij hebben gezegd, wij willen als grote bouwer willen jullie steunen, jullie supporten, zowel financieel als qua kennis die wij hebben. Wij hebben hun ontwerp ook getoetst, of het klopt, of we daar vertrouwen in hebben, et cetera. En dat is het leuke, dat maakt dat wij als BAM gewoon op de achtergrond dit project gesupport hebben, maar dat het primair gewoon het project door hun gerealiseerd is. Ja, samenwerking met BAM is echt ontzettend goed geweest. We zijn denk ik 8 weken geleden kwamen we voor het eerst samen. Toen hebben we een haalbaarheidsonderzoek gedaan om te kijken of het echt een goed concept was. 6 weken geleden zijn we begonnen met tekenen van de buis en nu staat hij er. Dus het is zo snel gegaan. Ik denk dat dat niet was gelukt met enige andere partij. We zijn in dit project van tevoren al heel goed gaan nadenken over hoe gaat het eruit zien. Dus we hebben het helemaal nagebouwd in de computer. We hebben het helemaal gemodelleerd, berekend. Alle krachten zijn berekend.
Ook hoe het eruit komt te zien is helemaal bekeken. En toen zijn we gaan bouwen, samen met de leveranciers gaan kijken, dit is wat we willen dat je maakt. En daardoor zie je dat je zonder fout een buis hier kan neerleggen en hij ligt precies op de juiste plek. Ik denk groot succes. Ja. Heel trots, ja. Zeker trots op het team en op de jongens en op de manier hoe we dit hebben gedaan. Het is ongelooflijk dat we dit eigenlijk 4-5 weken eigenlijk van nul tot dit resultaat hebben kunnen realiseren met elkaar. Dus ja, daar ben ik er trots op. Ja, fantastisch, super.